Hallo Spanjebericht van Span Gameplay, dit is de markt. Monsters en Kastrik Eiland overigens ook de markt. En we gaan goud en brons, zilver halen. Oh, dat ging makkelijk, even kijken. Oh, nummer 3. En ik heb niet eens deze makkelijker gepakt, dus dat zal wel te doen zijn. Kijk, er ligt er ook al in. Het komt gewoon omdat we de trampoline nog niet hadden, hè. Stom ding. En kijk, meteen een rooi. Kijk, dat is leuk. Dat is een leuke verrassing. Oh. In deze video's gaan we dus de gouden en de zilveren medailles halen. In de vorige video kon ik een bepaalde gouden wal gewoon niet vinden. Ik heb nog niet helemaal opgelost het probleem, maar dat komt er wel. Zo, ik zie hier een zilveren liggen. En hoeveel moeten er nu nog? 1. Oh, die ziet totaal niet daar liggen. Oepsie. Wat zegt de brievenbus hiervan? Maak kisten kapot om te zien wat erin zit. Pas op, in sommige kisten zitten vijanden verborgen. Zoals deze bedoel je. Stoute vijand, ik zie niks. Het is best wel een irritante sprong trouwens om te maken. Als kind. Met een ziel. Laat me eens even die kant op kijken, Sled. Dank je. Yay! Okay! Yeah! En op een gegeven moment waar de rode foto gaat zitten in dit level, maar... Nee. Kijk, er komt er eentje in de... Hé, die komt uit het water. Hallo, viesbeuk. Hallo, viesbeukje, dat je er bent. Maar ik sta nu op als mooi op het dak. Laten we meteen weer vallen daken afgaan, hè. Kut! Godverdomme! Godverpielekie met dommekie, bro! Nou ja... Kak! Jou ben ik ook helemaal zat! Zo! Dat is ook gezegd. Hey. Yay, nog een rooi! Oh, dat betekent trouwens dat die laatste rooi alweer daar zit. Hebben dit level wel heel gauw op goud gedaan. Voor mensen die trouwens willen weten, dit is wel mijn favoriete... Hey, nog eens even. Ik denk dat dit toch wel mijn favoriete playthrough is. Vooral omdat dit echt mijn favoriete kinderspel was. Ik vind het ook nu nog steeds vind ik het een leuk spel. Het schijnt een rip-off te zijn van ook van Crash Bandicoot en nog een soort een heleboel spellen. En dit soort spellen lijken gewoon op elkaar. Maar maakt me niet uit dat het een rip-off is van Crash Bandicoot. Ik heb niet echt heel veel Crash spellen gespeeld, maar ik heb er wel een paar gespeeld. Het lijkt inderdaad wel heel erg op elkaar, maar... Maakt dat uit? Omdat Crash Bandicoot een goed spel is, mag je dan niet een spel maken dat er heel erg lijkt? Dat ook gewoon goed is? Maar ik weet niet van welk jaar dit is, misschien is het in vergelijking met zijn tijd wel best wel een slecht spel, maar ik vind het gewoon echt een leuk spel. Is hij aan de overkant? Kut, muis, ga dood! Misschien dat ik wel 3 levels doe in deze video als ik nu gewoon even de stad nog pak, die met de speelgoedwinkel. Hoppa, full health. Dit duurde wel onder 5 minuten. Ik denk dat we gewoon even een extra leveltje erbij pakken deze video. Dat is wel leuk. Voor de verandering. Maar geloof me, ik heb echt nog heel veel spellen om in de kast en zo om te spelen. Maar als je nog zegt van ik heb een spel wat me echt leuk lijkt omdat jij gaat dat spelen of met Jure co-op of zo. Dan moet je dat nog steeds in de comments zeggen. En vraag alsjeblieft niet meer naar Minecraft blijven. Want ik word er zo verdrietig van. Want ik wil het hebben. Alleen Jure's PC weet niet mee. En alle mensen zeggen waar blijft Minecraft? Waar blijft Minecraft? Ik wil ook Minecraft voor jullie maken. Ondanks dat ik zelf niet begrijp wat het leuk is aan Minecraft playthroughs. Maar oké. Ik zou heel graag Minecraft willen maken. Maar het zit gewoon even niet mee. En anders dan desnoods begin ik gewoon een eigen serie. Zoiets van survivalen. Nou ja. Sowieso onze server, er komt nog maar 1 aflevering en van Skybook waarschijnlijk ook. Dan plaatsen we allebei de afleveringen zo'n beetje onze eigen world op. En dan beginnen we gewoon een nieuwe world. Skybook niet door, Skybook is gewoon eenmaal leuk en dan stopt het ook een beetje. Even kijken. 1 munt, wow. Ik weet ook precies waar die ligt. Bam, oh kut. Ah, pas op, yeah. Pats. Ik haat die Lego mannetjes, die vind ik niet leuk. Ik vind geen leuke mannetjes. En nog wat levens op de lopende band, waarschijnlijk nog steeds. Ik weet niet, spawnen die ook opnieuw of niet? Wat gebeurt er eigenlijk in Monsters en Kastrik Eiland? Oh ja, als je alle levens opstaan, dan kom je weer op Schrik Eiland zelf. Zo niet echt iets heel ergs ofzo. Zo. Hoeveel nefoten moeten we eigenlijk nog hier? Oeh, ging bijna mis.
Zo, beter. Ik denk dat hier ergens de laatste munt al zal liggen. Nee, 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 nee. Team niet, geen gedeeld. Of team omgedeeld. We hebben al een rondje gelopen. Are you fucking kidding me? Oké, ik ben dus blijkbaar voorbij het geheim al gelopen. Meteen even kijken of we een foto hebben. 6 van 8. We hebben dus al eentje extra doodgemaakt. Oh, dat is mooi. Dat is goed van ons. En daar was geen foto bekennen. Kijk eens aan. Een zilveren medaille. Oké, blijkbaar gaan we dus echt 3 dingen doen in dit level, want hier zit alweer de fout. Even kijken, we hebben er al 4. We hebben alle stad levels. Hallo. Op Kees. Ja, joh. Maar suggesties zijn nog steeds welkom. Ik ga echt even de komende dagen wil ik echt wat series af gaan maken. Ik wil ook even Half-Life 2 wil ik dus ook even af gaan maken. Left 4 Dead 2 mag ook wel af, want dat gaat een tijdje duren. Want we zitten ergens al rond deel 10 en we hebben net hoofdstuk 2 van de 5 af. Dus dat duurt nog wel eventjes. Maar die mag ook wel af van mij. Maar daar heb ik wel veel plezier in. Dat is wel een leuk spel om te spelen. Waarom heb ik deze route? Nou, ik ga toch terug naar Schrik Island. Nee, niet terug naar Schrik Island. Ik moet nog een nefootje dood maken. Nee, kak. Nou, mooi, teleport. Verlies toch maar 1 pizza schijfje. De schijf van 5 realiseer ik me opeens. Stap je dan calorieën en dan de schijf van 5. Zo grappig. Nee. Kees Verhoeven zag je heel snel flashen, ben je heel steen droog. Dat zag je heel snel flashen, maar voor mijn record. Ons dat in beeld komt, die Skype notification, het record voor hebt ze niet, ik weet ook niet hoe dat kan. Die gok hacks. Ik ben er nooit echt uitgekomen. Zo, hebben we nou alle stadmetals gedaan? Even kijken, even bewijs. Kijk, goud, 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 goud. Dat was het 1/3 van het spel sowieso. Right there, even kijken. Je inventaris kun je ook zien. Stadspark. 8, 10, is goed. 18, 18, 18. De Sphinx. 5, 6. Nou, dan gaan we gewoon even op volgorde af of zo. Dan pakken we de Sphinx er nog bij. Alhoewel, ik heb zin in dat ene level waar... Ja, dat gaan we doen. Van de woestijn roep ik op. Faal. Doorwaasen? Graftombe. Nooit gehaald volgens mij. Oké, en voor de verandering even Mike, anders dan wordt het iets te... 35 levens is nog best wel oké. Oh, lek, dat is niet zo leuk. Kijk, daarboven zit er alvast eentje. We hebben nu namelijk die pijlen vrijgespeeld, dus ja, dan wordt het niet zo moeilijk. Hoppa, munt. Is mooi. Dit level leidt zichzelf best wel. Er zit niet echt heel veel geheims in ofzo. Het is gewoon een mooi duidelijk level. Poing, poing. Ja, zoiets dacht ik al, ja. Hallo vriend. Dus alle muntjes zoeken en dan kunnen we lekker nog een nieuwe info pakken. Ik weet dat er binnen nog een info zit, die kunnen we gaan pakken. Die is niet altijd moeilijk. Ik weet niet hoe het met de komende munten zit, maar zien we dan wel weer. Dood. Oh, nog maar eentje, joh. Ah, dat kan ik wel. Misschien nog even op het dak moeten kijken. Ik denk dat er iets is, maar... We zullen niet doodgaan door het te proberen. Ik neem aan dat ik deze al gepakt heb, deze munt. Goudmark. Goldmark, ik heb geen idee. De Duitsers zeggen wel gold voor goud, dus... Misschien is het wel goldmark. Ik weet het niet, maar yet. Oké, hier naar beneden. Oh, doet die jongen dat. Het lijkt me logisch dat het hier is, maar dat durf ik niet met alle zekerheid te zeggen. Maar we gaan even deze kant op voor onze laatste munt. Oh, kut. Gemeenerd. Hoppa. Oké, die munt ligt er ook. Mooi. Oh, moet ik nog meer S'jes doen? Nou, blijven gewoon S drukken, joh. Oh, ga nou opeens A veranderen. Lullig, hoor. Vind ik echt lullig van je. Ik denk trouwens, als ik zo ga naar de tempo, we moeten nog 3 bestaan levels, als ik even die... Ja, ik doe dat die 1 nog groot moet. En... Ook 3 winterlevels, ja, dat is 6.
nog 2 of 3 delen hierna. Nou. Waarom sprong ik in die vlam? Vraag dat niet aan mij. Niet slecht voor een vent met maar één oog. Eentje. Het is maar één oog. Het is geen 2 oog. Nee, nee, nee. Nou, iets zeggen. Wil ik niet opstaan eigenlijk. Oh mijn god. Ik maak mezelf gewoon even dood. Even kijken waar we dan uitkomen. Hallo mensen die praten op Skype. Dit is wel heel veel Skype geskype. Dat is wel verdacht. Raar. Raar verdacht. Ik vind het een beetje raar worden. Een beetje raar, verdacht, een beetje raar. Ik ben trouwens de laatste dag met mijn vader, dus ik ga hier meteen nog eventjes door met een nieuwe aflevering. En dan kan ik die door de rest van de week weer lekker uploaden. Leuk, leuk, leuk. Kapot. Yay, weer een gouden medaille. Ik moet eigenlijk wel echt helemaal even naar huis, maar... Zolang dit is echt maximale inzet van de zesjes mentaliteit. Ik wil gewoon een 6. Maar het is wel voor Albert Einstein, wat best wel cool is. Ik wou eigenlijk van tevoren al voor Albert Einstein en toen was het zo van... Cool. Ik hoef helemaal geen werk eraan te doen eigenlijk, behalve het aan mijn hoofd te leren, wat best veel werk is voor Duits. Kut, heb ik een afsluiter gedaan? Het goed is, kom je dan bij het hoofdmenu dus. Ik heb niet opgeslagen! Oh, gelukkig, goddankie. Het is echt heel raar. Ik had het heel vaak, wil je afsluiten? Ja. Plakken ze me hier. Rare gasten hoor, maar... bedankt voor het kijken van deze aflevering, zie ik je bij de volgende aflevering. Ondanks dat we waarschijnlijk nog steeds niet de 15 minuten gehaald hebben, zie ik je mij wel voor bij de volgende aflevering. Denk even een sneeuwlevel en een woestijnleveltje pakken. Nou ja, zien we jullie dan. Doei!